Oud-burgemeester Ruud Vreeman van Tilburg heeft een boekje gemaakt. Vrouwenkamer heet het. Hij tekende vaak tijdens vergaderingen, droedels heet dat dan. Als je een beetje op een gegeven moment denkt van nou, ik zit wat te krabbelen en daar komt dan wat uit. En dat waren heel vaak vrouwen en al die kaartjes die heeft hij bewaard. En soms zelfs ook ingekleurd later als hij dacht van nou, dat is best een aardige creatie, daar maak ik wat meer van. En dat heeft uiteindelijk dus geresulteerd in een boekje. Mooi voorzien nog van gedichtjes van Jacques van der Ven uit Tilburg. Burgemeester, oud-burgemeester Vreeman, goedemorgen. Het ligt voor u. Een prachtig boekje, we hebben net even gebladerd. Bent u trots? Nou ja, het is natuurlijk een heel lang proces geweest. Ja. Van eerst die tekeningen maken, daar denk ik al een jaar mee bezig ben geweest. Want het is natuurlijk aan de ene kant een doedeltje wat ik in een minuut maak, zou je kunnen zeggen. Maar ja, ik ben steeds verder ook gegaan met kleuren. Er zijn ook kleine schilderijtjes inmiddels geworden. En Jacques die is ook nog 10 maanden aan het dichten geweest. Mm-hmm. Dus het zijn 52 gedichten. Maar het is natuurlijk toch heel leuk als het uitkomt en je reacties krijgt en het gesprek erover gaat. Dat is toch wel heel leuk. Nou, doet iedereen dat wel eens. Ik bekende net dat ik ook poppetjes teken, maar geen sinds dit van dit niveau. Waarom heeft u ervoor gekozen om vrouwen te tekenen? Of ontstond dat spontaan? Nou, ik heb wel belangstelling voor vrouwen. Ja. Zoals veel mannen. Ja, dat is... Maar goed, ik kan ook best een serie over mannen maken. Maar ik ben wel van figuren. Ik ben geïnteresseerd in mensen heel erg. Ik ben psycholoog, dus ik zit heel erg toch een beetje van... Hoe zit het uiterlijk van mensen en hoe gedragen mensen zich? Maar ik vond dat toen ik eenmaal begon met vrouwen... dacht ik, nou, dan maak ik een hele serie met vrouwen. En ik vond de naam ook leuk, zo Vrouwen en Kamer. Dat speelt natuurlijk toch ook de Eerste Kamer... waarin soms ideeën ontstonden. Ja, ik kan ook een boekje over mannen maken, maar dit vond ik meer voor de hand liggen en passend bij mijn stemming. Ja, nou zien we ook wel wat bloot. Ik bedoel, dat is niet te ontkennen. Ik zie meteen daar blote op de kaft borsten. Ook al, Op de kaft zit al een stel blote borsten. Ja. Want er zit dan wel iets meer in een fascinatie met het vrouwelijk lichaam, zou ik dan zo zeggen. Nou, met de persoonlijkheid van een vrouw, waar haar lichaam natuurlijk ook en de uiterlijk ook heel belangrijk bij is. Ja. Ja, bloot. Kijk, er is wel onderzoek gedaan. Een man denkt in elk uur wel een keer aan een vrouw. Ik ben een gewone man, dus dat is bij mij ook zo. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook, daar hoort ook bij geklede vrouwen, dikke en dunne vrouwen, maar ook vrouwen die erotisch zijn of die mm-hmm. een uitstraling hebben of hun lichaam hebben, laten zien. Ook heel erg in de traditie van de schilderkunst. Hè. Ik ben natuurlijk heel erg georiënteerd op het expressionisme van mensen als Sluiter en Van Gestel en De Ploeg en wat in Duitsland gebeurt. Dus, nou ja, daar is natuurlijk het vrouwelijk naakt ook een factor in. Dus dat komt gewoon ook in mijn tekeningen voor. Ik doe niet dat mensen zullen denken van ja, god, het is toch de burger. Het is toch oud-burgemeester en bestuurder. Conservatief naar wordt gekeken, om het zo maar te noemen. Of hebt u dan zoiets van, lekker laten gaan? Ik heb een nawoord erin geschreven, dat heet ontketend. Mm-hmm. Ik ben 15 jaar burgemeester geweest. En ook vroeger altijd heel in het publieke domein geopereerd. En daar was aanpassen was eigenlijk het credo. Je past je altijd aan, de mensen kijken naar je gedrag, je middel of te rood zijn. En een kunstenaar die verantwoordt zich eigenlijk alleen tegenover zichzelf. En een politicus altijd tegenover anderen. Ja. En dat heb ik altijd heel erg als knellend ervaren. Omdat ik soms gedachten heb, of een kritische noot, of een humoristische gedachtegang. En denk van, ja, het past toch weer niet om het nu te zeggen. Of de spontaniteit gaat voor een deel verloren in je aanpassingsgedrag. Ja, af en toe de rem erop. U zit in een bepaalde rol natuurlijk, jarenlang. Zit in een rol en dus iedereen kijkt altijd naar je. En toen dacht ik van, ja, als ik nou zelf teken... Dan gooi ik dat gewoon van me af. Het is ontketend. Ik gooi het gewoon van me af. De ketting en de ketens van de burgemeester. Uh-huh. En ik maak gewoon wat ik mooi vind. En sluit dus geen compromissen op dat gebied. Yeah. En het kan me eigenlijk niet zoveel schelen. Ik denk dat de meeste mensen ook wel met een glimlach ernaar kijken. Van dit zijn ook gedachten en beelden. Waarvan heel veel mensen misschien naar buiten toe zeggen. Oh, wat is er aan de hand? Maar er binnen denken ook van dit is ook wel het leven. Ja. Nou, heeft u dit echt tijdens bijeenkomsten gedaan? We zien ook echt het logo van de kaartjes er doorheen. Ja, hè? Het zijn de bodenkaartjes die in de kamer zitten. Ik heb heel erg de drang, wat dat betreft. De beroemde striptekenaar Scrump, die tekent altijd op placemats als hij in een restaurant zat. Maar meestal portretten van mensen die daar zaten. Ik heb ook heel erg de drang als ergens een leeg papier is. Mm-hmm. De achterkant van de notulen vroeger. Dat ik zin heb om te tekenen. Mm-hmm. En het is natuurlijk een hele lange vergadering. En ik ben natuurlijk meestal gewoon geconcentreerd op de onderwerpen. Maar soms dan dwalen je gedachten wel eens af. En dan lagen die kaartjes daar. En dat is echt een uitdaging voor mij om dan toch een tekeningetje te maken. U weet ook wie het zijn, denk ik. Het zijn geen portretten van mensen, het is mijn fantasie. Oké, het zijn geen bestaande mensen, dus we hoeven niet te kijken... zit er in de Eerste Kamer iemand die daar... Nee, helemaal niet. Dat is helemaal niet mijn inspiratie. Het is gewoon mijn eigen fantasie en mijn eigen gevoelens. Ja. Oké, maar toch hadden wij vanmorgen zoiets...
Zagen we nou een prinses Beatrix daartussen? Die met dat hoedje. Ja, nou ja, goed, iedereen mag zelf bedenken wie dat is. Of is dat onze fantasie dan? Nee, dat is jullie van. Iedereen mag zijn eigen fantasie. Iedereen mag zijn eigen vrouw erin herkennen. Of zijn vriendin, of zijn minnares, maakt me niet uit. Nee, het is gewoon mijn eigen fantasie. Dat, dus als er een gelijkenis is, dat berust puur op toeval dan? Ja, er zijn geen relatie met werkelijke personen. Oké. En dan gedichtjes erbij van Jacques van der Ven. Oud-stadsdichter in Tilburg, wel bekend. Hebt u één favoriet of één favoriet plaatje wat erg goed uitgekomen is? Die schilderijtjes zijn verkocht afgelopen zaterdag. Om een kunstinitiatief in Tilburg te steunen. Park, dat is al een expositie van vier kunstenaars. En toen viel mij op dat de meest blote het eerste verkocht waren. Ja, zijn die mannen weer natuurlijk. Ja, dat weet ik. Als je dus commercieel denkt, moet je alleen maar bloot maken. Ja. Moet je alleen maar bloot maken. Nou, ik weet het niet. Ik vind sommige, dat zal ik zeggen, zijn ik zal eens kijken. De meest blote moeten we dan even laten zien, hè? Er is er eentje waar mijn vrouw een grote actie heeft ondernomen om hem niet te plaatsen. Oh, eerlijk? Ja, die heeft ze verloren. Ik zal kijken of ik hem kan vinden, want ik heb het toch gedaan. Dus uw vrouw heeft zich er wel een beetje mee bemoeid? Nou, mijn vrouw kan heel mooi schilderen. Mm-hmm. En die is heel goed van kleur. En vroeger tekende ik gewoon net zoals iedereen, gewoon een zwart-wit met een ballpoint. Ja. Ja. En toen heb ik steeds meer oog gekregen voor materiaal en kleur. En toen ben ik eigenlijk daar die schilderijtjes van gemaakt. Nou, dit is de meest ondeugende. Oh, dat is een beetje SM-achtig bijna. Ja. Nou, dat is jouw fantasie. Dat is zo. Ja, dat ga je al. Je bekent meteen kleur. Mijn drift met vrouwen één te zijn kan niet gestild worden door een deel van haar te zijn. Doordat ik haar mijn lijf, mijn wil aanbied en binnentreed in een natuur van pijn. Waar ik in al mijn vezels van geniet. Die overgave maakt me intens klein. Geborgen en ontstegen aan verdriet. Alsof ik in het paradijs verdwijn. Pijn, overgave, komt toch iets sadomasochistisch? Nee, dit is een heel mooi gedicht over seksualiteit. Ja. We moeten het hierbij laten. Ik vond het prachtig. Eigenlijk. Overal te verkrijgen, gewoon in de boekhandel. Ja, bol.com is het. Ja, om nog eens wat te zeggen. Vrouwenkamer, burgemeester, oud-burgemeester. Ik blijf u toch elke keer burgemeester. Ja, net als in Amerika, daar ben je ook president voor het leven. Ik ben pas 3 weken geleden gestopt in Zaanstad. In Zaanstad daarom, dus dan gaat meneer Hamming weer verder. Door, ja. Dank voor de komst naar de studio. Vrouwenkamer heet het. Dus allerlei portretjes en gedichtjes daarbij van Jacques van der Ven. Het is...